...luister naar de podcast voor DGA's. In deze podcast ga ik, Korspronk, in gesprek met andere DGA's. Over hun successen, maar ook over de moeilijke periode. Ik ga ervoor zitten en laat je inspireren. Vandaag ben ik in gesprek met... ...Bart Wever. We zijn hier op jouw locatie in IJsselmuiden. En ik vroeg me al af, aan, waar kennen we elkaar van? Nou, ik... Heel veel jaren geleden, in 1987, liep ik hier rond als, als werknemer van jouw vader... Als ja. chauffeurmachinist en bouwden we de MBI-fabriek in, uh, in Kampen. En zaterdag was ik hier uh, in, uh, in de garage aan het werk. Samen met uh, Leonard, met Kees hoor ik dat de Kees heette. Dat is bijna, hè? Uh, ja, en toen was je drie jaar dat je hier rondliep. Dus was je nu een klein, uh, een klein uh, hummeltje. Um, en dat is nu uh, inmiddels bij je 36 jaar. woont in de heb ik begrepen. Uh, relatie met Diana en kinderen Job en Sep. En als hobby's heb ik gezien heel veel dingen. Volgens mij wielrennen, MTB, 4x4 rijden, knutselen in de garage, Formule 1 en cars en trucks. Wat heeft je, je voorkeur of zeg je allemaal? Uh, goeie vraag. Nee, wij zeggen wel eens alles wat uh, stinkt en wat hard gaat, dat, uh, dat vinden wij leuk. Dus uh, als daar iets mee te maken heeft, dan, uh, dan heeft dat allemaal onze interesse. Dus uh, dat is wel een beetje waar de hobby altijd in dieke hoek zit. Het altijd wel. Ja. Dat gereest, toevoegen, samen met Jelle. Oh. En uh, dat gaan we ook nog wel weer samen oppakken, verwacht ik. Eén keer per jaar, dan doen we het ook altijd nog. En rekenen en we een uh, karten? Ja, 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 nu op dit moment nog wel. Autosport heeft altijd wel de aandacht. Maar uh, ja, we zijn van mening dat we eerst uh, maar hard aan het werk moeten. Voordat we dan weer uh, aan het duur hobby al geld gaan besteden. Dus dat doen we later. Maar uh, ja, dat, is wel, uh, uh, dat vinden wij wel leuk samen. Ja, dat is wel nou, gezamenlijk. Wat zouden jullie dromen wezen om te doen? Ja, dromen is altijd denk ik wel toch om. Um, um, uh, uh, uiteindelijk in Europa bijvoorbeeld rond te reizen met, uh, 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 met een dikke auto of zo. Dat soort dingen met de uh, met groep mensen. Dat doen we ook weer regelmatig, maar dat is altijd wel kleinschalig. Maar ik zou het wel een keer een jaar lang uh, weg willen zijn. Om gewoon uh, Europa rond te kijken, wat er allemaal is. En uh, daar vooral van te genieten. Ja. Nou, leuk, want je ook van die racevormers die naar, naar de Noordkaap gaan of zo. Dat soort... ja. ja, dit jaar gaan we nog een reis maken naar uh, Noorwegen is de bedoeling. We gaan met een groep mensen ook naartoe. En uh, ja, dus ik altijd gewoon puur het kader van wat willen zien. En dan met elkaar op pad zijn natuurlijk wel gewoon gezellig. Maar, uh, ja. En of dat altijd wat met de auto's te maken heeft, zulke soort dingen. Maar voor mij vind ik meestal wel, maar niet voor iedereen. Maar... Ja. Nou, ja, mooi. Uh, heb je uh, een favoriete voetbalclub? Nee, ik hou niet van voetbal. Hou niet van voetbal? Ik zei het al. Voor het campus zou ik hier nog wel eens op een foto staan. Ja, jawel. Wij sponsoren natuurlijk uh, alle clubs in Kampen uh, met onze bedrijven. Omdat wij het wel belangrijk vinden dat uh, natuurlijk, het is een, gewoon een, een, een mooie volkssport is. Uh, waar uh, kinderen natuurlijk heel goed uh, uh, gewoon hun vrije tijd aan kunnen besteden. En uh, vooral uh, een stuk van hun sociale ontwikkeling. Dus uh, wij vinden voetbal altijd gewoon een mooie sport om daarmee bezig te zijn. En als, dan, uh, als we één club doen, dan zijn we van mening dat we ook allemaal gelijk uh, behandelen. Om al die clubs uiteindelijk wel diezelfde kans te geven. Ja, goed, uh, um, um, voetbal loopt niet op diesel hè? Dus en dus die, uh, die rond niet. Nee, dus uh, um, favoriete muziek? Uh, poeh, dat is ook een goede vraag. Uh, muziek is denk ik wel vrij breed. Uh, ik kan uh, klassiek is bijvoorbeeld niet echt mijn ding. Uh, ik ben wel meer vanaf uh, de jaren negentig dat ik uh, naar muziek luister. En dat gaat natuurlijk in die tijd, uh, ja, is best wel heel divers, denk ik. Uh, het gaat natuurlijk, uh, Goed nadenken. Bijvoorbeeld, uh, op dit moment heb ik Kensington wel aanstaan in de auto, bijvoorbeeld. Noem maar eens wat. Dat is natuurlijk uh, veel meer live, maar als je uh, DJ Fiji bijvoorbeeld, dat is ook, spreekt me ook al aan, die jongen die leeft natuurlijk niet meer, maar die heeft al hele goede muziek gemaakt. Ja. Uh, dat is ook gewoon zo'n, uh, dat is natuurlijk veel meer, uh, zit je in een zeg maar, dat zegt heel wat anders, maar die, uh, ja, ook het verhaal wat er dan achter zit, zeg maar, dat interesseert me altijd wel. En maar goed, dus stel je moet naar, naar de klus, je was bijvoorbeeld in Vlissingen. Wat heb je dan? Heb je dan podcast aanstaan? Heb je dan vijfde uh, drie aanstaan? Heb je dan uh, Q Music aan staan? Of het algemeen heb ik het hele stuk telefoon. Dus, uh, <laughs> en als ik wat uh, tijd tussendoor heb, dan uh, vaak wel BNR heb ik vaak aanstaan. Probeer het natuurlijk wel een beetje op de, van de natuurlijk bij te houden. Dus uh, dan vind ik het wel interessant om naar bijvoorbeeld naar BNR Nieuwsradio te luisteren. Om ook buiten de actualiteit om toch ook wel wat andere onderwerpen. Gaan ze natuurlijk wat dieper op in. Dat vind ik ja. interessant om naar te luisteren. Ja. Ja, podcast eigenlijk heel weinig, moet ik wel heel erg heel Ja, zeggen. nou, misschien na, na vandaag, hè? Dan nou, al, inderdaad. Uh, en, uh, over auto rijd je eigenlijk? Uh, ik heb een Landrover, ik ben, ben Landroverman, zeg ik altijd. Landroverman, ja. oké. Okay. Zit altijd hoog, moet het goed zien. Ja. Het is gewoon lekker auto, vooral een veilige auto, dus ja. Uh, yeah. Lees je wel eens boeken? Uh, in de vakantie alleen. En dat is dan romans of? Nee, het gaat altijd over geschiedenis of over uh, onderwerpen. Het kan heel... Uh, is net een beetje waar, in welke levensfase ik zit denk ik wat ik dan ook lees. Dus het is, je, je wil natuurlijk. Uh, ja, ik heb het idee dat ik op vakantie tijd heb om dat te doen. En dan uh, heb ik normaal uh, gun ik me daar geen tijd voor. Maar uh, als ik wat lees, dan is het toch vaak een stuk geschiedenis ergens van, of, of misschien soms wel over een bepaalde ondernemer, of over een bepaalde gebeurtenis, of uh, handel of zo. Ik kan heel breed zijn, maar iets waar ik wat van kan leren en waar ik wat ook weer mee kan nemen in mijn toekomst uh, ik weet wie ik ben. Heb je een idool of iemand waar je tegenop kijkt? Naar op kijkt. Ik zit tegenop, maar naarop. Heb je een voorbeeld? Uh, dat is een goede vraag. Daar moet ik over mens? nadenken. Ik heb niet, uh, er is niet iemand die direct in mijn hoofd uh, omhoog komt. Uh, ja, een idool. Nou, op dit moment kan ik zo snel niet zo snel een antwoord op geven. Uh, ik heb natuurlijk wel mensen waar ik heel veel respect voor heb, wat ze allemaal bereikt hebben. Zoek mijn vader er een van vanzelf. Maar goed, het is uh, geld. Jelle. Ik Heb ik ook heel veel respect voor wat hij doet. Andersom is dat, denk ik, net zo. En je hebt natuurlijk gewoon mensen om je heen. die op allerlei vlakken uh, actief zijn. Hoeft helemaal niet zozeer een ondernemer te zijn. maar dat kan ook een, uh, een voorzitter zijn van een bepaalde vereniging. of iemand die uh, toch wel ergens het verschil maakt. Ik vind het altijd mooi om dat te zien. Dus dan, en dat kan heel breed zijn. maar niet echt zozeer niet dol van die moet ik achterna. Zo helemaal niet. Nee. Hoe je uiteindelijk wel je eigen uh, wedstrijd altijd te maken. en te kijken waar je zelf. Uh, ja, je denk wel naar waar mijn toekomst kan liggen bijvoorbeeld. Maar dat, dat hangt niet vast aan een persoon. Ja. Ik te kijken van uh, wat zijn nou de mogelijkheden en waar kunnen we naartoe. Hoe werk je in de week? Ik ben daar ongeveer uh, ik slaap zeg maar een uurtje of zes per nacht, denk ik, en de andere uh, 18 uur dan denk ik daar wel veel aan. Dus uh, ik ben daar wel heel intensief mee bezig. Uh, echt werken. Gewoon, ik denk vijf zes dagen in de week ben ik daar wel actief mee bezig hè. Ik zeg ondernemers altijd al way of life. Ik zie het niet als werk. Dus uh, zodoende moet ik er ook helemaal over nadenken. Want ja. ik ben, het is gewoon voor mij iets wat ik doe. En wat erbij hoort naast mijn gezin en mijn hobby's en alles wat ik doe. Ja. Het zitten heel veel raakvlakken altijd bij mij. Dus het, het loopt echt door elkaar. Ja. Ik heb geen privé en zakelijk wat uh, echt uh, met een muur ertussen. Dat is het er niet. Als ik je wel wat voor nest kom je? Wat is dan... Uh, hoe kijk jij er tegenaan? Nou ja, dat is niet zo moeilijk. Wij komen uit actief nest. Dus uh, dat is gewoon... Uh, uh, ja, goed voorbeeld doet volgen natuurlijk. Dus als je dan kijkt uh, hoe mijn ouders uh, zijn, dat zijn alle twee uh, hardwerkende mensen. Zo ben je opgevoed. Uh, altijd gewend om uh, wat te doen. En uiteindelijk dan merk je ook wel dat je daarbij past dat je zelf niet anders bent. Want je bent, kunt zelf ook niet stilzitten. Dus uh, dat is wel hoe, het, hoe mijn ouders zijn, maar hoe we zelf ook zijn. En hoe dat ook gewoon weer doorgaat. En wat je ook weer probeert over te brengen op je kinderen. Door gewoon. Uh, nou, ik vind dat niet dat ik daar zo bewust mee bezig ben. Maar je. Ook hun kijken weer naar ons, als ik het over Diana en mij heb, van uh, hoe doen wij dat? Ja. Kijk, en wij zijn in de baas gewoon geen luie mensen. Dus we zijn altijd gewoon, uh, wij voelen ons goed bij door wat te doen. En dat is uh, ook wel typeert ook heel erg het nest waar we uitkomen. Ja. Nooit opgeven, altijd aan de gang zijn en gewoon doorgaan en niet, uh, niet zo moeilijk doen. Oké, en qua scholing, wat voor een scholing heb je gedaan? Je zei net al even over Harderwijk. Ja, nou ik ben uh, uh, technisch aangelegd. Daar ligt er altijd al een interesse vanuit, uh, dat klein was al. Dus ik ben uh, begonnen met uh, door uh, een opleiding te gaan volgen in autotechniek. Uh, dus ik ben uh, twaalfde vanaf de basisschool, ben ik niet in IJsselmuiden naar school geweest, naar de normale middelbare school. Maar ik ben naar Zwolle gegaan, naar de en Daar uh, De eerste twee jaar was dat normaal, maar de derde en de vierde jaar, dat was gelijk technisch. Dus dan kon je, ja, dat is een beetje de vroege, hoe noem je dat ook alweer? De, 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 eigenlijk de oude LTS eigenlijk, een beetje dat idee. ja. ja. Uh, ben ik gewoon een oude techniek gaan doen omdat ik dat toen leuk vond en dat vind ik vind nog steeds leuk trouwens, maar ja, uh, nou, dat denk ik, dan moet ik dat maar eens doen en dat heb ik gedaan twee jaar lang. Nou, dat was natuurlijk niet moeilijk want er lag de interesse, dus dat wordt op onze sloffen uh, gedaan. Vervolgens Als past, dan ook, wat je leerde, dat kon je gewoon je bedrijf gewoon uitvoeren, zeg maar. Ja, maar ja, dat, dat deed ik ook altijd al, dus dat, dat was voor mij gewoon een zelfsprekendheid. En die uh, daarna ben ik uh, naar. Uh, uh, Harderwijk aan de school gaan. Natuurlijk, uh, de machines die waren niet altijd thuis. Want zoals je net al zei, we zitten hier aan de grafste weg. Daar we zijn we opgegroeid. De machines waren hier, de vrachtauto's waren hier. Uh, daar heb ik een link mee of zo. Ik ben machineman. Dus uh, ik dacht toen op dat moment van. Uh, toen uh, dacht ik van, nou, misschien moet ik mijn kraanmachines worden. Vond ik hartstikke leuk. Dus uh, ik was uh, ook in die tijd vanaf mijn vijftiende. Ja, eigenlijk tot aan mijn zestiende. In april ben ik jarig. Dus dus aan het einde van het schooljaar word ik dan ook zestien, zeg maar altijd. Uh, of dat is in principe het Ja, einde van schooljaar. Dus ik had bedacht van. Uh, uh, ik had al een jaar in de kassen gewerkt. En dat vond ik ook niks aan. Toen bijvoorbeeld auto's weer wassen. Dat ging al wel wat beter. Maar ik had bedacht om uh, bij uh, Visser en Masterbroek te gaan werken. En daar op een trekker te gaan zitten. Dus. Uh, want dan uh, denk ik, nou dan uh, heb ik het mooi voor elkaar. Want dan hoef ik natuurlijk niet meer aan het werken. Want dan kan ik gewoon lekker rondrijden. In plaats van. Uh, <laughs> dus dat. Uh, en dat was natuurlijk ook in de. Uh, de school waar ik naartoe ging, die keuze die ik gemaakt had: van joh, ik ga gewoon lekker uh, met de machines bezig. En die opleiding Harderwijk, die is, uh, dat is 100% machinistopleiding, Dus je kunt uh, daar uh, je, je, je hart op halen als het gaat om uh, machines en techniek. Dus uh, nou, uh, dat is een drie jaar opleiding. Was een, ik heb in dit geval voor de interne uh, optie uh, gekozen. Dat houdt in dat je, uh, ik heb daar ook gewoond op school twee jaar lang. En het derde jaar was dan een volledig jaar stage lopen. En dat was dan vier dagen in de week, en dan kon de vijfde dag in de week kon je nog een, een dag aan het werk. zeg maar. Dus, uh, en ik merkte ook aan mezelf dat ik het vooral leuk vond om uh, die school wat te doen, maar om ook gewoon lekker aan het werk te zijn. Dat vond ik gewoon prettig voor er niet veel bij na te denken, want het was gewoon hetgeen waar je goed in was. Ja. Maakte ook wel vrij snel stappen daarin, dus dat je op een trekker begon en heel snel op een kraan zat. En uh, nou ja, dat ging zo door. Je merkte aan je mensen waar je werkt dat ze het, uh, het werkpak deden dat ze dat wel goed vonden. Dus dat lag mij wel. Dus uh, nou, toen kwam ik op mijn achttiende was dus dat uh, tweede jaar voorbij, een jaar lang stage lopen. Uh, toen heb ik bij Visser een jaar lang, of eigenlijk uiteindelijk wel een jaar of vier gewerkt, of zo, of drie. En uh, gewoon met veel plezier. En, uh, maar goed, na dat school, uh, dat College in dit geval, toen, toen ben ik gestopt met de opleiding, toen was ik aan het werk voor mijn gevoel al een derde jaar. En dat heb ik ook maar gewoon doorgezet. Want uh, nou, daar genoot ik eigenlijk wel van. En dat vond ik toen ook prima. En uiteindelijk uh, natuurlijk de beslissing gemaakt om met het familiebedrijf te gaan werken met oog op uh, lange termijn dat je die zaak over wil nemen. Want dat had ik op mijn twintigste wel in de gaten dat ik dat al wou. Dus, uh, Maar goed, ja. nooit meer echt opleggen hoe, hoe werd dat bij jullie besproken? Werd dat aan de keukentafel besproken? Of gingen je, je vader en je moeder samen nee. met jou, met Jel en zo, erover zitten? Hoe... Nee, er is dus altijd. Uh... Nou, ik kan me voorstellen dat er heel veel gezinnen zijn die daar hele lange gesprekken over voeren met hun kinderen. Dat ze aan tafel zitten en dat ze daar ook uh, heel veel tijd aan besteden. Maar bij ons was het altijd gewoon, uh, ja, iedereen kwam zo rond de klok van zes uh, altijd binnenlopen. Dat geldt voor de kinderen, maar ook voor de ouders bij ons. Die, uh, mijn moeder was natuurlijk de eten wel aan het klaarmaken, maar er was altijd, uh, ja, dat moest even snel en dan ging iedereen ook weer verder. Dus. <laughs> en natuurlijk, mijn ouders hebben wel geprobeerd om er heel veel aandacht aan te geven, om er heel veel over te praten. Maar hun zeggen ook altijd, je, uh, en ik denk als je onze ouders vraagt, en dat bedoel ik jij en mij mee, dat... Uh, dat ze altijd nog zullen zeggen... je moet je kinderen vrij laten. Dat vinden ze ook belangrijk. Het is niet uh, een doel op zich... om dat bedrijf over te nemen. Mijn vader heeft altijd gezegd... doe het vooral niet. Want uh, ik heb er een hoop zorgen van. En hij heeft natuurlijk ook hoop meegemaakt. Maar uh, zeker geen verplichting. Dus uh, doe vooral wat je zelf wil. En hij heeft ook echt geprobeerd... om dat niet af te dwingen. Natuurlijk kijk je er wel naar. Dus je hebt wel soms een beetje het gevoel van... nou, misschien moet die kant ook maar op. Maar dat is uiteindelijk uh, wel een de vrije keuze. We mochten zelf weten wat we wouden doen. En hij heeft gewoon gezegd... Ga gewoon lekker doen waar je zin in hebt. En uit het gevoel dat je moet komen, dan moet je lekker komen. Dus, uh, nou, zo geschieden. Dus uiteindelijk, 22 was ik volgens mij. Toen ben ik uh, bij uh, het slopenzwijf begonnen uiteindelijk. En uh, zo is dat eigenlijk een beetje gegaan. Ja. Maar wel gewoon puur je eigen keus maken. Dus uh, heel belangrijk. Maar op een gegeven moment, dus. dus en je zat bij vissen, toen dus zei op een gegeven moment. Nou, nu is het tijd, dus ben je naar je vader toe gaan. Zeg nou, pa, ik, uh, ik kom bij jou. Nou, ik dacht wel van. Uh, uh, bij Vissen natuurlijk waar, waar mijn hart ligt daar dan wel hè, op dat moment dat ik denk van nou oh, uh, eigenlijk heb ik gewoon uh, mooi van elkaar hier want uh, ja ik oh, heb toch ja. wel veel plezier in dus uh, nou ja je, je probeert ook steentje daarbij te dragen en uh, natuurlijk ging dat ook met vallen en opstaan natuurlijk uiteindelijk wel maar die uh, ja dat dat beviel wel goed maar je probeert over je toekomst na te denken en dat, dat doe ik vandaag natuurlijk iedere dag ook nog uiteindelijk uh, ja je, 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 je creëert gewoon je eigen leven uiteindelijk. En uh, je, op dat moment dacht ik van... ja, als ik dat uh, misschien nu wel niet doe... dan, uh, dan komt dat later. En uh, toen vroeg ik me af van... als ik dan mezelf moet ik dan nu doen of over tien jaar... dan had ik wel zoiets van... nee, dan kan ik beter nu doen. Dus dat heb ik ook maar gedaan. Ja. Hey, en dan even ter terug naar school. Wat voor een leerling was je dan? Als je bijvoorbeeld in de groep was... was je dan eigenlijk ook altijd daar al de, de ondernemer? Of was je wat... keek je het wat meer vanaf de zijkant aan? Nee, in de basis... Uh, uh, ik denk niet dat ik zo'n typerende ondernemer ben... die waar het gelijk opvalt of zo. Uh, althans, dat denk ik. Maar uh, ja, gewoon, ik ben nou het type die gewoon uh, uh, wel altijd verantwoordelijkheid altijd neemt en nam. En dat deed ik op school ook. En natuurlijk uh, ga je ook met een groep mee. Maar natuurlijk uh, heb je daar ook wel vrienden. Maar je, ik level niet met iedereen ook altijd. Dus het is altijd uh, op school, ja, het gewoon op zich prima. Ik, het, voor mij was het heel makkelijk, want het was wel onder mijn niveau. Want het was gewoon, ik kon wel twee niveaus hoger als het echt moest. Maar daar had ik op dat moment geen zin in. Dus dat deed ik dat ook niet. Dus ik kon het op een slofje ook doen. Dus ik genoot daar vooral van. Uh, vooral ook van de tijd dat ik op school was, er was bijvoorbeeld een kroeg op school, noem maar een voorbeeld. Uh, dat was natuurlijk gewoon gezelligheid. Uh, probeer wel veel op te zoeken. En het ging niet echt uh, altijd heel veel over het werk of zo, of wat je in de toekomst wou. Op dat niveau, wat daar ook niet echt over gepraat, denk ik. Dus met die jongens niet echt. Die jongens zie ik ook op dit moment niet meer. De eentje nog misschien, maar dat komt er natuurlijk ondernemers worden zeg maar, toevallig. Dus, uh, ja. En dan sliep ik ook weer uit de kamer. Daar was ik wel de enige waar ik een beetje zoiets mee had van nou, daar kom misschien nog wel eens een keer een uh, vriend van worden, die ik misschien over twintig jaar nog eens een keer zie. En ja. dat is ook nu wel gebeurd. Dus uh, dat is op zich dan wel weer grappig. Ja, mooi. mooi. Ja, 100%. Nou, we gaan even een hele uh, korte pauze nemen. Goed voor de, voor de reclame. Dus is geen reclame hoor. Ja. En uh, dan daarna dan, uh, gaan we over die stap dat je ondernemer bent geworden, en wat je eerste stappen zijn geweest. Ja. En hoe je jezelf ziet als ondernemer, hoe een ander je ziet. Um, Bart, je bent 22 en uh, alhoewel dat misschien hè, niet zo'n, het was zeker geen geschreven werd, maar je verkozen om bij je vader in, in bedrijf uh, te gaan. Ben je eerst weer gelijk directeur geworden of heb je nog een ingroeimodel samen voor bedacht? Uh, maar het is ook wel weer dat uh, heel erg opbouwend verhaal uiteindelijk al geweest. Uh, uh, ik heb wel gedacht van joh, begin maar gewoon onderaan, want uh, dan uh, maak je dat ook maar gewoon mee en dan kun je ook gewoon, uh, ja, dan groei je er ook gewoon makkelijk in. Je moet op dat moment natuurlijk het vakje nog wel eigen maken. Ik bedoel, uiteindelijk, uh, wij zijn van mening, uh, als het over slopen gaat, dan technisch vak is. Dus dan, uh, nou, dan is het, ik dacht ook wel van, als ik dat gewoon goed beheerst, dan kan ik in ieder geval het managen van zo'n groep mensen in ieder geval een stuk makkelijker doen, omdat ik in ieder geval de technische achterkant daar uh, zo voor elkaar. Op het Gebied van uh, scholing, taalkundigheid, succeszaken, er natuurlijk wel achter. Maar goed, dat komt dan uh, later wel. Dus uh, ik denk dat we eerst maar zien dat we die, uh, dat vak beheersen. Want dan kan ik ook niet even bij die klanten uh, vertellen hoe het werkt en dan haal ik dat werk ook wel op. Dus ik denk dat is dan niet zo'n probleem. We begonnen uh, gewoon op de werkvloer. Ik was natuurlijk kraanmachinist op dat moment. Dus uh, toen toch maar gewoon weer uh, eigenlijk met de hand aan het werk gegaan. Dus uh, met de jongens mee, af en toe op de machine. Uh, toch al uiteindelijk vrij snel wel op kantoor beland. Want uh, mijn vader had druk. En die had behoefte aan iemand die uh, ging uh, ondersteunen met calculeren. Hij deed het vaak nog met externe mensen. Want toen bestond de sloopperslijf nog uit uh, mijn vader in dit geval. En een, en een uitvoerder. Die ik overigens nu ook zelf aan het werk heb. Uh, en daar uh, ja, moest een mannetje bij. Dus uh, er ging iemand weg. Die, die zat daar. En uh, nou ja, dus dan moest ik dan allemaal doen. Dus op een 23 of zo zat ik uh, daar op kantoor. En uh, je ja, vindt, je had toch heel uh, veel voordeel dat je eigenlijk alles wat de jongens maar roepen, dat je eigenlijk de gevoel bij hebt um, uh, hoe het er aan toe gaat toch of niet? Nou, uiteindelijk wel. Maar ik kwam er dus achter dat ik eigenlijk te snel op kantoor kwam. Want uiteindelijk, uh, ja, ik was natuurlijk nog jong en uh, het was altijd, uh, ik deed ook echt wat ik zelf zin in had op dat moment. Ik zat ook in, in zo'n fase van, ik had een relatie die uitging en uh, ik deed natuurlijk gewoon, uh, nou ja, uh, alles wat God verboden had eigenlijk zogezegd. Vooral dat genieten, dat stond toen wel redelijk echt nog wel voorop. Nu nog wel, maar dat was toen echt wel gewoon even belangrijk. Ja goed, en dan merk je dat je bij die jongens op kantoor... Dat was toch, uh, ik was veel te makkelijk en ik was wel te laat. En ik had nog niet helemaal die discipline van... Uh, nou ja, als iemand dat vroeg, dan kon dat bij mij ook nog een keer morgen. Maar bij mensen stand op mij stappen te wachten. En die gingen dat niet tegen mij zeggen, want ik was natuurlijk zoon van de baas. En dan doen we het allemaal maar op. Dus een beetje... Het was niet echt een fijne situatie. Dus toen uh, uiteindelijk uh, ook nog uh, besloten om uh, los van de firma, uh, waar ik dan nu natuurlijk eigenaar van ben, om los daarvan, toch nog voor mezelf te beginnen in uh, 2007. Toen ben ik uh, vestiging begonnen in uh, Soest. Uh, slopersbedrijf. Ja, toen heb ik eigenlijk gewoon een poosje met uh, twee jongens en mezelf uh, gewoon gewerkt en uh, van alles gedaan. Ook gewoon daar natuurlijk nieuwe klanten gezocht. Uh, mijn uh, eerste uh, gesprekjes met de bank, natuurlijk, uh, op dat moment wel gehad. Van, uh, ja, natuurlijk, uh, hey, je moet even opstarten. Dus je hebt natuurlijk, toen had je nog 18.000 euro nodig als je eigen bv wil starten. Dus moest ik even geregeld worden. Nou, dat lukte toen vrij simpel. Want het ging erin en het ging eruit. En dat was ook wel vrij simpel. Maar goed, ik had gelijk wel twee jongens in dienst. Want uh, ik denk, nou ja, dan moet mag ik me gewoon gelijk uh, een beetje gas geven. Dus uh, nou, zo zeg zo gedaan. Busje gekocht, alles staan. En ik denk dat ik daar een jaar of drie heb rondgelopen, of twee. Altijd toch wel weer die band met het familiebedrijf natuurlijk altijd wel kort gehouden. Dus ook wel daar ondersteunen zijn. En daar ook altijd wel weer half in rondlopen. En toch zien dat je, je voelt je op dat moment toch wel verantwoordelijk. Ook voor dat bedrijf. Ik denk, ja, uh, als ik daar dat kan toevoegen, dan doen we dat ook gewoon. Want je ziet dan natuurlijk je ouders dat ze daarmee druk zijn en dan wil je daar een steentje bijdragen. Altijd wel gedaan. En uh, ja, toen ben ik denk, na nou, een jaar of drie kwam er was het eigenlijk een punt van nou, wat gaan we nou doen? Want uh, ja, ik was natuurlijk tevoren ook niet voor niks op kantoor gekomen. En de veranderde daar wel wat. Maar ja, mijn vader was op dat moment ook gewoon druk met de andere dingen. En je zag gewoon dat slopersbedrijf ook van... Ja, uh, daar moest gewoon natuurlijk al meer aandacht in. Nou, toen had hij nog een overname gedaan samen met wat collega's. En dat was een bedrijfje uit volle uh, Dat mislukte uiteindelijk helemaal compleet. En er moest nog een jaartje wat dingen afgehandeld worden. dat heb ik toen nog gedaan. Nou, toen uiteindelijk wel gezegd van... Nou, uh, toch maar gewoon hierheen. Want uh, anders dan... Uh, dan Beter maar wij, verder gaan, wij zelf begonnen bent, want dan gaat het hier ook van ons af. Dus die, uh, toen ben ik eigenlijk volledig uh, daarbij, Weefslopen aan de gang gegaan op dat moment en uh, weer aan het calculeren gegaan uh, en vervolgens, uh, ja, toch uh, eigenlijk mijn vaders plekje wel overgenomen in de tijd al. Denk ik in uh, 2011, ja, 12, zo'n beetje. Toen, toen werd dat wel serieus en uh, nou, toen hebben we de eerste overname gedaan, het eerste gedeelte daarvan. Een beetje rond 2016 pas. Maar goed, er zijn al vier jaar gewoon onder mijn uh, ouders gewerkt. En, uh, nou, onderwijl is Jelle ook nog een keer bij ons begonnen bij bouwbedrijf. Dus dat zaten eigenlijk die beide bedrijven een beetje wel in dezelfde fase. En uh, nou ja, het is een liever natuurlijk uh, gekomen waar we nu staan. Maar uh, ja, het is een beetje echt wel opbouwend geweest. Altijd wel veel met de jongens bezig geweest. Ik ken alle jongens ook goed. Natuurlijk nu inmiddels wel heel veel nieuwe mensen. Maar uh, ja, toch altijd wel heel erg met vak bezig geweest. En daar heb ik nu een hoop gemak van, dat merk ik gewoon. Bro, als, uh, nu ook nog een paar dingen doe ik zelf en dan is het altijd, uh, merk ik dat dat, dat het prettig is. Dus uh, dat, dat dus kan gewoon makkelijk doen, dus uh, omdat het gewoon goed weet. En ik heb al genoeg mensen hier gezien ook die uh, wel zeiden dat ze het konden, maar dan uh, ja, toch op de technische inhoud, dan, uh, dan gaat dat vaak niet. Omdat het toch ja, slopen kunnen, want je kunt niet leren uh, op een opleiding. Dus je moet het in de praktijk wel echt doen, om daar gewoon goed uh, je ei kwijt te kunnen. Ja. Um, Lijk je meer op je vader of meer op je moeder? Uh, nou, ik kwam uit ook lijken op mijn moeder. Ze dus ja, het de looks van mijn moeder en uh, mijn vader. Uh, deels, denk ik, of zo. Hadden jullie wel eens botsingen? In die? In die... Nee, nee, nooit eigenlijk. Nee. Vader en ik hebben altijd veel samengewerkt. Bij mijn vader, zijn hart ligt bij het sloopwerk. Uh, dus uh, ik hoef niet bang te zijn dat ik geen aandacht van hem heb, want die krijg ik altijd wel. Dus die, uh, dat gaat wel goed. En dat is altijd gewoon... Uh, hij is juist uh, heel erg ondersteunend. En uh, als ik problemen heb, dan kan ik daar uh, terecht. Nou, uh, inmiddels zijn natuurlijk 100% overgenomen. Dus die, en dat gaat ook gewoon heel goed. Hij bemoeit zich daar dan ook niet mee... dat hij heel erg... Uh, hoe zeg je dat? Uh, uh, dominant is of zo. Dat, uh, dat kennen wij hier eigenlijk niet. Je ziet wel... Ik zie het al om me heen bij familiebedrijven... dat daar uh, de oude generatie heel dominerend nog aanwezig is. Maar dat is bij ons... Uh, Nee, bij ons, de, de, mijn ouders kunnen dat redelijk goed loslaten. Ja, maar hoe is dat dan gegaan? Ik kan me voorstellen, iemand die naar deze podcast luistert, die denkt, van, ja, in één keer hè, het was Bert Wever, in één keer zijn daar, uh, uh, is Bart daar uh, op, de, op de sloop. Um, maar dat gaat, natuurlijk, dat gaat niet over één nacht thuis. Dat gaat niet in één keer. Hoe, hebben jullie dat heel veel besproken? Hebben jullie daar een externe adviseur bij gehad die jullie er helemaal doorheen heeft geloodst? Of, want je, je vertelt het alsof het inderdaad heel makkelijk is. En dat is het misschien ook mijn ogen van anderen, die soms misschien denken van ja, nee, zo'n zo overdracht dat doet dat niet. Dat er dat zijn dat natuurlijk niet. allerlei uh, wel natuurlijk verschillende adviseurs gehad, die, uh, maar met name het belastingtechnisch advies dat was wel belangrijk in de overname. En dat is eigenlijk de enige waar ik van zeg van nou ja, dat allemaal echt nodig, want anders komt dat natuurlijk uh, niet goed met zo'n overname. Dus mijn vader was al heel vroeg dat aan het voorbereiden, dus die dat is uiteindelijk ook heel soepel gegaan. En we hopen dat ook uh, volgend jaar gewoon allemaal af te wikkelen. Dat we, uh, los van dat je formeel eigenaar bent... dat je ook financieel nog een keer eigenaar bent. Dus dat uh, willen Jelle en ik naartoe. Uh, en voor de rest, natuurlijk, zijn er wel mensen geweest... die advies hebben proberen te geven. Maar uiteindelijk, uh, uh, ja, je moet je eigen weg kiezen... waar je je goed bij voelt. En dan, gaat dat, dan moet dat ook vanzelf gaan. En wat je bij je klanten ziet... Uh, dat altijd, merken wij altijd natuurlijk. En we zien het ook al om ons heen weer... dat familiebedrijven waar geen opvolging is... Ja, je ziet dat een ondernemer daar natuurlijk mee worstelt en met andere mensen. Die, over het algemeen, juist ja, klanten van ons, vind je heel positief van, hé, die zien Jelle, die zien mij rondlopen. Die zien natuurlijk onze zusjes ook nog uh, in de bedrijven rondlopen. Ja. Dat heel positief uitgelegd. En het is natuurlijk gewoon ook mooi als je uh, een bedrijf hebt uh, dat dat gewoon op zo'n uh, manier kan voortbestaan. Dus uh, ik zeg ook altijd, je uh, ben het altijd klaarmaken. hebben de vijfde generatie moeten uh, over te nemen zijn. Uh, op het moment dat mijn kinderen dat zouden willen, of die van Jelle, of die van Suzanne, of die van José, maakt niet uit wie, maar uh, in eerste instantie wat het liefst familie, uiteraard, want uh, dat is ook een belangrijk uh, onderscheidend punt van ons bedrijf. Ja, maar goed, aan de andere kant, jouw vader die zei tegen jullie: van joh, als het mij ligt, neem je het niet over. En is het nu, heb, je nu een, heb jij daar een andere mening over? Zou je wel graag willen dat uh, Job en Seb uh, uiteindelijk hier uh, opvolger worden? Nou, ik zal ze wel meegeven dat ze zich goed moeten realiseren dat we het moet wel bij passen. Kijk, ze hebben natuurlijk wel een bepaalde mate van stress altijd bij. Kijk, wij hebben toen goede tijden gekend. In, in mijn ouders' tijd, maar ook wel in mijn tijd. En ook wel uh, nu nog iedere dag. Uh, als je niet van kunt slapen, moet je het gewoon natuurlijk niet doen. En het is... Dus, uh, uh, als je uiteindelijk iemand het wil laten overnemen, dan moet het ook wel uit iemand zelf komen. Want als er iets dwingends achter zit, dat gaat gewoon niet werken. Dus... Uh, en uh, ja, ik probeer mijn kinderen zo op te voeden dat ze gewoon uh, wel hun eigen weg kiezen. Maar dat ze ook realiseren dat ze gewoon wel wat moeten gaan doen bijvoorbeeld. Het is ook niet zo dat wij zeggen, maar we verkopen met bedrijf en dan uh, kunnen die kinderen maar hun gang gaan daarna. Dus ik vind het wel belangrijk dat die, ze hoeven voor mij niet zo selectief te zijn, maar dat ze wel gewoon lekker uh, hun eigen ding doen. Dat ze op hun uh, eigen gevoel actief zijn en lekker bezig zijn. En laten ze gewoon vooral vrij in. Ja. En ze mogen zelf keuzes maken. En als ze het willen overnemen, prima. Als ze niet willen, is het ook prima. Dan staat het alsnog steeds klaar dat het bedrijf is over te nemen. Ook de derde kan het natuurlijk net zo goed. Maakt ja. dan ook niet uit. Dus dan bouw je wel je bedrijf goed op dat het ook gewoon mogelijk is. Want op het moment dat het niet kan bijvoorbeeld... Hè, dat je Als je nou bijvoorbeeld een boerenbedrijf hebt... Uh, dan kun je de situatie terechtkomen dat het echt voor kinderen niet uh, is over te nemen. Welkom welke manier dan ook. Omdat het gewoon uh, veel te veel geld... Een boerderij kan veel te duur zijn. Ja. Gezien de margins die er zijn. Kijk, dus dan moet je ook afvragen of je dan met zo'n bedrijf wel verder moet. En dan wil je helemaal niet je kinderen in die hoek indrukken. Want dan ga je je probleem verplaatsen naar de volgende generatie. Dat wil we niet doen. Nee. Dus dan probeer ik toekomstgericht te ondernemen. Dus uh, vandaar natuurlijk zo breed actief zijn uh, met alles wat wij als familie uh, doen. En dat is ook weer gelijk een voordeel. Want je hebt natuurlijk uh, broer, broer, zus, zus, vader, moeder. Ja, ze zijn allemaal lekker bezig. En zo heb je in, uh, op ieder vlak heb je wel wat uh, een mandje ergens uh, openstaan. Zomaar, ja. Waar je gewoon lekker mee verder kunt. Wordt er dan, als jullie uh, wel een keer bijvoorbeeld met de kist of zo bij elkaar zitten... Wordt er dan ook over zaken gesproken? Of zijn er even andere dingen die... Uh... Nou, thuis gaat natuurlijk... Uh, uh, als je bij je ouders komt, één op één wel natuurlijk regelmatig over. Maar met familie eigenlijk niet. Want uh, er gebeurt natuurlijk heel veel in de familie altijd. Dus dan uh, genoeg om te bespreken. Dus het hoeft niet over het werk te gaan. En het mag wel, maar het hoeft niet. En het is... Uh, ja, wat ik zeg, het is bij ons wel heel gauw al werk. Omdat je toch... Ja, dat zei ik net al een keer. Het is Way of Life. Dus je bent ermee bezig. Het houdt je bezig. En het hangt allemaal wel een beetje aan elkaar. Maar het is niet zo dat het echt zo uh, dat wij een ongezellige familie hebben of zo, wat alleen maar over werk gaat. Dus dat gelukkig. nee niet. Goed, ik, We maken ook even een klein, klein uitstapje naar de Oranje Vereniging. want volgens mij ben je voorzitter van de IJsselmaar Oranje Vereniging. Ja. Nee, Waarom nou, heb je, had, je, had je nog tijden over? Nou, ja, ik heb niet zozeer de ambitie om bestuurlijk actief te zijn. Wat ja, Jelle dat bijvoorbeeld wel meer heeft... Hè. dat is ook als je hem vraagt wat zijn hobby is... dan vindt hij besturen leuk... dan vindt hij uh, lobbyen vindt hij leuk. Uh, ik, zit, ik ben iets anders... zit hij wel iets anders in elkaar. Maar het is... Uh, ik probeer altijd wel... Uh, of althans, dat vind ik belangrijk. Ik vind het belangrijk dat... Uh, en dat is mijn mening... dus ik wil het niemand anders opleggen... maar ik vind het altijd... Ook daar weer mooi om te zien als mensen maatschappelijk actief zijn. Kijk, je hebt natuurlijk je eigen dingen, maar je moet ook altijd aan andere mensen denken. Dus dan, uh, ja, ik, ik zeg ook altijd, als, iemand, uh, vrij, als, als iedereen wat vrijwilligerswerk doet, dan hebben wij een mooi beetje minder problemen in Nederland, omdat gewoon heel veel dingen dan gewoon door het dorp of door de stad of door, in ieder geval door de, door de mensen wordt opgelost. En... Ik probeer mijn rol daar in die zin in te vullen dat ik bij de Oranje Vereniging actief ben. Ik ben er ooit begonnen. Onze hele familie is er ook altijd in het verleden actief geweest. Dus dat was natuurlijk. Je wordt er dan een keer vooruitgenodigd en dan ga je daarop in. En uiteindelijk had ik wel gedacht: van nou, uh, ik moet wel zien dat ik voorzitter word. Want anders dan moet ik wel. Dan kan ik ook niet helemaal mijn uh, geluk eruit halen, zeg maar. Omdat je dan, uh, ja dan ga ik ook heel achter iemand anders aan. En de, of ik daar al meest ben, vraag ik me dan af... en dan kan ik beter mezelf ervoor oplopen. Dus ik was uh, uiteindelijk blij dat ik voorzitter mocht, uh, mocht worden. En uh, dan kan ik uh, daar gewoon ook... Uh, ja, samen met die mensen daar gewoon uh, mooie dingen neerzetten. En we doen natuurlijk heel veel mooie dingen met die vereniging Want we zijn uh, bijvoorbeeld uh, de derde... Uh, als het over lengte van de, de vrijmarkt gaat... Zijn we staan we in de top 5 van Nederland qua lengte. Dus dat is hier uh, best wel een centraal dingetje in IJsselmuiden. Maar goed, we hebben gewoon, als je in de omgeving kijkt, uh, een van de meest actieve oranjeverenigingen. We hebben meer dan 100 vrijwilligers hebben hier die uh, altijd erbij zijn. Dus ja, dat is ook iets dat uh, is heel succesvol. En dat moeten we vooral zien dat we dat ook zo houden. En dat vindt men in IJsselmuiden ook wel belangrijk. Dat merk je wel. We hebben iets van 1200, 1300 leden of zo. En dat gaat, uh, dus ja, heel veel mensen, als je die spreekt, die hebben allemaal wel een link met die oranjevereniging. Dus die, uh, ja, die is veel belangrijk hier. En dat, nou uh, ja, uh, die houden we een beetje in stand. Ja, ja. Nou, even terug naar je bedrijf. Wat vindt, hoe zou je jezelf als ondernemer of als werkgever, hoe zou je jezelf typeren? Uh, nou, ik ben altijd wel een doener, dat sowieso. Dus dat hoort natuurlijk wel bij het ondernemen, denk ik. Uh, ja, wat ik zei, op school vond ik mezelf niet echt zo'n ondernemer of zo. Ik heb wel het gevoel dat het uh, ook daar weer... Dat je er steeds beter in wordt en dat je uiteindelijk. Uh, ik vind het belangrijk dat ik het gevoel ermee heb dat ik het uh, op een of andere manier beheers of zo. Dus met nieuwe dingen die je gaat ondernemen. zijn natuurlijk een tijd begonnen uh, in, in, in mijn tijd. Dat was zeg maar 2007, 2008 dat Een beetje begon. Dat was natuurlijk het begin van de crisis. Ja, en dan zijn we op een gegeven moment natuurlijk uh, een keertje uitgelopen uh, de afgelopen 4, 5 jaar. Uh, Waarbij ik persoonlijk, in mijn perceptie. De laatste twee à drie jaar echt merken dat dat verandert. Ik heb echt gevoel van dat ik de eerste uh, ongeveer uh, zeg maar eens tien jaar echt altijd wel heel erg mijn best heb moeten doen om uh, alles wat je wil bereiken om het überhaupt voor elkaar te krijgen. We hebben natuurlijk wel groei doorgemaakt. Maar toch altijd altijd maar weer werk ophalen. Dat was altijd best lastig. Puur omdat het ook gewoon niet was. Er zit een hele competitieve markt uiteindelijk wel. En uh, ja, we merken nu de laatste vier jaar dat het eigenlijk veel beter gaat. En dat het ook gewoon. Dus dan merk je dat je de tijd al meer mee hebt, dat je meer ruimte krijgt om jezelf te ontplooien. En, dat, en dan gaat de leerkurve die je zelf doormaakt, zowel uh, uh, los van het ondernemerschap, maar ook het financiële gedeelte wat erbij komt kijken. De investeringen die je moet doen. We zijn altijd toch uh, onderhavig aan uh, zware investeringen, dus weer nieuwe machines, uitrustingstukken, uh, mensen die je moet inhuren om het allemaal te organiseren en te regelen. Ja, en dan, dan ligt toch dat verschil tussen winst en verlies maken heel dicht bij elkaar. Dus dan moet je gewoon heel goed opletten. Dus we zijn altijd ook types die bescheiden zijn. Omdat we altijd toch wel eerst kijken: van ons gaat het wel goed. En dan gaan we dan zo die volgende stap maken. Wij ook, ja, en, maar wij vinden dat dat tenminste, ik vind dat het in onze branche, moet je heel voorzichtig zijn, omdat je maar zo uh, aan de verkeerde kant van de streep zit. En dan krijg je het financieel moeilijk. Ja, en dat is gewoon dat hebben we ook al meegemaakt, maar dat is gewoon niet prettig in het ondernemerschap. Want je wil uiteindelijk financieel daar ook gewoon uh, je vrijheid kunnen hebben om uh, nieuwe dingen uh, te ontplooien. Maar goed, uh, ja, dus uiteindelijk nu gaat het hartstikke goed, vind het hartstikke leuk. Het gaat, gewoon, het gaat gewoon eigenlijk vanzelf. Je, je zoekt de kansen, uh, die, die neem je waar ze zijn. Daarnaast uh, ben je aan het kijken waar je verbredingen, waar je toekomst, je kansen uh, liggen en waar je mogelijk naartoe wil. En voor mij. Uh, ik ben op dit moment heel erg bezig om de komende tien jaar voor mezelf uit te stippelen. En uh, daar staan we nu een beetje aan het begin. Dus uh, natuurlijk 36. Ik vind dat je voor je 50ste dag gedaan moet hebben. Nou ja, dan moet het wel staan. Dus nou ja. En dat is, uh, vind ik heel leuk. Maar uh, dat is natuurlijk uh, ook de toekomst. En nieuwe dingen. En toch. Ja, want anders hou ik die uitdaging niet. Het moet niet elke dag hetzelfde zijn. Dus. Uh... Oké, okay, maar als binnen het bedrijf een vraag gesteld wordt. Waar moeten ze sowieso jou? W wanneer bellen ze jou? Omdat jij daar het best in bent. Nou, meteen als we al gesloopt moet worden, natuurlijk, is voor de hand liggend. Uh, anders moet jij erbij als we gebouwd moet worden. Ja, waar maar ik goed ik in ben. Ik binnen het bedrijf, bijvoorbeeld. Dus, uh, dus wat, wat is vooral, wat is jou, vooral jouw toegevoegde waarde als eigenaar, als DGA? Nou, wat ik doe, is. Uh, ik probeer altijd mijn mensen gewoon toch wel uh, zelfstandig te laten werken. Uh, ik moet, dat krijg ik althans wel terug, dat ik uh, wel op moet letten dat ik niet soms altijd mijn niveau ook met de andere mensen doorlegt, dat ik daar hetzelfde verwachtingspatroon van krijg. Maar ik probeer wel altijd iedereen op zijn eigen stukje... gewoon laat me gaan en zichzelf ontwikkelen. Als je wat te vragen hebt, dan kom vooral dan op dat moment even bij me. En dat zie je ook gewoon gebeuren. Dat kan een uitvoerder zijn, kan een perkleider zijn... of een calculator die je wil spiegelen. Ik probeer juist die ondersteunende factor te zijn... om juist die jongens dat zelfvertrouwen te geven... wat ze nodig hebben om te functioneren in de uh, dagelijkse beslommeringen die ze los van elkaar moeten organiseren en regelen. En niet zozeer, ik ga ze niet vertellen wat ze moeten doen, maar ze krijgen van mij een bevestiging en het vertrouwen van mij om die vrijheid en dan uiteindelijk dan gewoon uh, goed te kunnen functioneren. Ik hoop dat, uh, ik denk dat ik dat goed doe. En dat kan natuurlijk iedere keer beter misschien, maar uh, ik probeer wel op die manier zo mijn jongens zelf, uh, zelf, zichzelf te laten ontwikkelen en zelf aan de gang zijn en zelf nadenken in plaats van dat ik dat vast doe. Okay, dus dat is ook wat, jou, wat jij belangrijk vindt. Als je een werknemer komt, dat hij zelfstandig is. Dat hij eigenlijk zijn vak al beheerst. Ja, nou, ik vind het ook mooi om te zien als mensen. We hadden er net over dat hier Jeroen eh, even aan de deur komt. En de Stukson. Die komt hier net binnen. Het is heel bescheiden. En het is mooi als ik. Eh, ik vind dat oprecht mooi om te zien als mensen daarin kunnen groeien. Dat ze zelfvertrouwen krijgen. Dat daar eh, echt een, een kerel komt te staan. Zeg maar nog meer als je dat misschien nu al wel is. Maar. Uh, en dat ze daar gewoon ja, dat ze groeien. En dat ze uiteindelijk ook in ons bedrijf stappen kunnen maken. Als ze dat willen, als ze ambitie hebben, dan kunnen ze bij ons natuurlijk ook altijd uh, weer verderop. En dat is uh, ja, die vrijheid krijgen ze. En ik vind het mooi om dat te zien. Ja. En hey, welke muur ben jij voor jezelf al tegen gelopen als, als ondernemer? Welke muren? Wat zijn echt, echt irritatiemomenten of grenzen voor je? Nou, de, waar ik tegenaan loop is dat. Uh, uh, als je mijn ambitieniveau wegzet tegen uh, bijvoorbeeld wat iets kost of om, om dat te bereiken, dan merk ik dat ik soms wel wat meer tussenstappen moet nemen om uiteindelijk uh, het, die ambitie in te kunnen vullen. En ik wil daar gewoon al vaak wel te hard mee in. Dan kom je er dus achter dat hetgeen wat je wil niet realistisch is. En dan loop je natuurlijk tegen de, tegen de wereld aan dat het allemaal of gefinancierd moet worden of. Uh, ja, het geld moet ergens wegkomen en dan is dat er misschien soms wel niet, of juist wel. En uh, gaan we dat nou wel dood doen? Want, uh, nou ja, dus met name dat verschil tussen ambitie hebben en uh, financieel slash ambitie, dat is wel een muur waar ik tegenop loop. Want je wil gewoon hard. Want ik heb wel in de gaten dat de laatste vijf jaar die gingen, of ik zeg wel eens, de eerste tot mijn zestiende, voor mijn gevoel, heeft dat heel lang geduurd. En vanaf mijn zestiende tot waar we nu zijn, ja, dan is dat maar zo voorbij. Voor mijn gevoel is dat voorbij gevlogen. En. Het is ook, denk ik, ook na over... Uh, totdat ik een jaar of 50, misschien een keer 60 ben. Ik hoop dat ik hem geworden, Maar dan heb ik het idee, dan moet ik gas geven. Maar, en dan wil ik harder als dat ik kan. Dus uh, ja, en daar loop ik nu een beetje aan. Ja. Maar hey, je uh, sloop, hè, las ik ook op je website... is wel een, een heel hard dienstverlenende uh, bedrijf. Ja. En altijd in dienst van de klant. In verder kun jij jouw ideeën... over circulariteit of over duurzaamheid... in hoeverre kun je dat uh, met je klant bespreken... zodat hij een eind met jou meegaat... Nou, gek genoeg in de circulaire wereld bij onze klanten. En wat wij natuurlijk nu gewoon nog altijd merken. Het gaat eigenlijk circulair tijd is natuurlijk in de basis prima. Maar goed, het mag niet meer kosten. Dus dat vindt mijn klant toch altijd nog lastig. Bij gemeentes werkt dat wel wat anders. Maar ja, dan zit je in bestekken waar je voor je plannen of voor je dingen punten krijgt. Maar dat is toch altijd heel willekeurig. Dat kun je ook niet controleren. Dus ik zeg altijd: Joh, doe maar gewoon over de prijs. Want dan kunnen we in ieder geval tastbaar iets zeg maar. Dus dat, op zich ben ik daar altijd wel een voorstander van. Um, circulariteit bij onze klanten, uh, zeg maar, vijf jaar geleden was dat echt nog een, een USB, daar kon je onderscheiden. Tegenwoordig moet dat gewoon standaard wel zijn. Als jij uh, nu niet weet wat circulariteit is, of, of wat dat behelst en waarom dat er is. En, hè? Kijk, het gaat natuurlijk over de toekomst waar we uiteindelijk geen grondstof meer willen gebruiken, of geen uh, magelijke grondstof, eigenlijk we willen gewoon alles hergebruiken. En als je dat spelletje goed snapt, dan kun je als ondernemer daar ook mee bezig zijn. En uiteindelijk ook in je bedrijf gaat dan ook meer nog zo werken. Dus het is, uh... En dat, dat is bij ons ook altijd gewoon heel klein begonnen. Dat is gewoon van uh, in plaats van uh, je kunt iets in de container gooien en daarbij misschien heel weinig geld kwijt. Maar je kunt ook de moeite nemen om het bijvoorbeeld welke keer op marktplaats te zetten en het voor niks weg te geven. Want dan heb je in ieder geval geen afval bijvoorbeeld. Het dus zijn hele kleine dingen. En dat ze ook weer, als heel veel mensen dat doen, dan krijg je dus die berg afval. Die slinkt dan gewoon, want ja, t, 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 op dat vind ik heel snel uh, invloed op uitoefenen. En daarnaast, uh, wat je nu, uh, de, de, het, het omslagpunt wat er is, is dat men het nu ook accepteert om gebruikte materialen te gebruiken. Dus je ziet bijvoorbeeld, uh, als, je, uh, dat er, uh, als je als bouwbedrijf nieuwe bouwmaterialen koopt, neem bijvoorbeeld als voorbeeld uh, wat houten balken bijvoorbeeld dan vinden ze het nu juist heel belangrijk... dat er van de tien balken die je koopt... dat er één gebruikte balk tussen zit. Wel te staan moet voldoen aan dezelfde eisen als de nieuwe. Dus dan moet je wel wat energie in stoppen. Maar in ieder geval... en vroeger was dat echt een, een no-go. Dat is gewoon dat kon niet. En tegenwoordig zie je gewoon... dat men in de bouw het ook accepteert... of waar ze juist uh, voorkeur aan geven. Dus dat geeft ook bij het slopersbedrijf... Uh, maar ook bij afvalverwerkende bedrijven... geeft dat uh, op dit moment wel kansen... waar, uh, waar wij van denken dat wij in de toekomst ook alweer... ...echt die circulaire economie ontstaat. Ik vind het ook dat circulaire economie moet losstaan van de slopersbranche... van de afvalbranche, want het, is natuurlijk, het woord zegt al, moet een economie zijn. Het moet er juist tussenin kunnen staan, het moet op zichzelf kunnen uh, opereren... ...en dan moet ook geld zijn om dat te betalen. En je ziet het nu gebeuren, dus, hè, want als je nieuwe ballen koopt... ...en je kunt voor die gebruik datzelfde geld krijgen... Nee, ...dan ligt daar natuurlijk wel een kans, dan zit daar ook wat tussen... ...want die ballen komt ongeveer voor niks bij ons van de sloop af... En die gaat voor, uh, op dit moment houdt heel duur voor de hoofdprijs de deur uit, dus dan zit er ook wel geld en, en budget om die balk uiteindelijk uh, toch weer zo uh, schoon en uh, te onteiseren en van alles mee te doen, om die weer die kwaliteit te geven van nieuw. En, en dat is ook wat men wil en wat ook de generatie na mij straks heel normaal vindt dat dat gebeurt en dat je dat niet meer zo weggooit en in, in een shredder drukt en dat dat dan maar weg is ofzo. En denk je, maar, denk je dat dat dan eigenlijk altijd wel financieel gedreven is, in plaats van uh, moreel gedreven? Nou, er zijn heel veel... Kijk, je hebt altijd de early adapters altijd en ook de mensen die daarin vooruit lopen. En die pretenderen natuurlijk een ander verhaal. Die hebben het altijd over meer samenwerken, noem het dan maar op. Want doordat je samenwerkt, dan haal je dat stukje economie eigenlijk daartussen weg. Hè? Want dan ga je zeggen tegen partijen van, nou, je moet het belang gelijk maken. Ga samenwerken en dan lukt dat wel. En in het begin moet je ook wel op die manier werken, anders dan, dan wordt hem dat niet. Maar je moet op een gegeven moment wel in de fase komen dat het uh, ook professioneel wordt. Want uiteindelijk, als je een circulaire economie wil laten werken, dat gaat ook over massa, dat gaat over hoeveelheid. Je moet wel, als je zegt, ik ga die balk leveren, ja, dat, die lever ik vandaag, maar die lever ik volgende week ook. En die week erop ook nog. En niet nu één keer en dan niet weer. Want dan is vraag en aanbod niet met elkaar in balans natuurlijk. Dus je moet wel, daar moet wel wat gebeuren. Dus dat is nu aan de gang. En dan krijg je dat ook al voor elkaar. Maar niet op die manier van. Ik vond dat altijd een beetje wensdenken, maar dat is met alle nieuwe dingen soms een beetje zo. Maar ook daar moet je natuurlijk als bedrijf aan bijdragen om bij, uh, bij nieuwe projecten, om daar toch die ondersteuning te geven. Dan wel wat sponsoring of in ieder geval zeggen, maar, nou we helpen gewoon om dat mogelijk te maken, want anders komt die tweede stap nooit. Ja, maar ik kan voor even, dat je met Jelle wel eens een, een, een gesprek hebt van, oké, okay, Jelle, kun je geen bouwproject aannemen waar je door mij gesloopt goed zou kunnen inzetten. Daar, hem, daar zie ik, zie ik wel hè? heel veel mogelijkheden tot. Dat, uh... Nee, maar wij hebben samen al lang ontdekt. dat ook de huidige manier van bouwen. dat dat niet de meest uh, duurzame manier is om te bouwen. Wel energetisch en noem het allemaal maar op. En de materiaalprestatie, dat, dat gaat op zich ook nog wel goed. Maar in de basis zit een gebouw niet goed in elkaar. want je kunt het niet meer uit elkaar halen. En daar zit de hele crux van circulariteit. Dus daar hebben wij natuurlijk in het verleden al heel veel discussies over gehad. in de zin van. Het is natuurlijk voor mij heel makkelijk om te zeggen dat Jelle een gebouw niet goed in elkaar zet. Maar er is wel een reden dat Jelle hem op die manier in elkaar zet. Want er gaat natuurlijk een stukje aan vooraf. Dus er, er is een klant bij, een reeksom bij, noem het allemaal op. En die, die bouwwereld is natuurlijk uh, een van de grootste sectoren in Nederland. Dus dat is ook heel lastig om die om te draaien richting een, een remontabel of een demontabel gebouw. Dat is niet zo makkelijk. Want je hebt natuurlijk wel bestaande regelgeving waar je aan moet voldoen. Dat zet nog wel, uh, dat, dat is niet eenvoudig. Niet en er zijn heel veel mensen bezig om dat anders te maken. Gaan gaat natuurlijk je eigenaarschap van grondstoffen. Hè? Als je als, een, als, als een opbegever een pand maakt. Ja, en dan vervolgens wie is dan de eigenaar van die grondstoffen? Dat kun je af gaan vragen. En daar kun je hele vergaande discussies over voeren. Want uiteindelijk is uh, in zijn algemeenheid zijn de mensen die er verstand van hebben van mening dat die grondstof komt bij leverancier in en weg. En die moet eigenlijk in dat hele rondje eigenaar blijven van die grondstof om te zorgen. Dat hij weet waar hij is, wat ermee gebeurt. En vervolgens ook een hergebruik in zijn proces. Dat is het meest ideale plaatje. Ja. Maar goed, als je weer een demontabel gebouw maakt van duizend stukjes. En die wordt één keer gedemonteerd en verkocht. Dan is het maar zo. Die duizend stukjes op duizend verschillende plekken. Dus ja, dat is natuurlijk al heel lastig om het allemaal bij te houden. Er zijn verschillende initiatieven voor om dat te doen. En je merkt dat het nu al borrelt. En dat er heel veel aan de hand is. Dat men er echt wel actief mee bezig is. Maar uh, ze moeten in de bouw bijvoorbeeld eerst nog van 2D. Dan moeten ze de stap naar 3D nog maken. Nou ja, dat is al. In de bouwsector best wel een ding. Dat gebeurt op heel veel plekken nu wel uh, heel goed. Maar als je dan ook nog naar een, een circulair gebouw toe moet... Ja, dan is eigenlijk een stap daarna of dat moet nu gelijktijdig. Maar dat kost gewoon veel tijd. En dan komen wel slopers daar volgens mij weer achteraan... om daar ook wat van te vinden. Ja, ja, ja. Maar uh, nou ja, dus en wij uiteindelijk proberen... Uiteindelijk, maar... uiteindelijk ontmantel je dan natuurlijk je sloopbedrijf... naar een de demontabel bedrijf, zeg maar. Ja, op de hele lange termijn zal het wel zo zijn. Uh, ja, ik denk het wel. Uiteindelijk uh, dat klopt. Het zal wat meest ideale mooie plaatjes zijn. Ja. Maar je hebt natuurlijk ook nog uh, uh, gevormde grondstof met werk, zoals beton en puin en dan noem het allemaal op. Dus uh, dat machinewerk, dat blijft er toch altijd wel bij, denk ik. En op het moment dat wij, ik denk ook als het uh, de sloop is, of er nou echt demontagebedrijven worden, dat vraag ik me af wel deels. Hè? Want op het moment dat het nog echt demontabel is, daar heb je ook weer vakbedrijven voor. Die uiteindelijk, uh, want bouwbedrijven zelf, die kunnen natuurlijk iets uit elkaar draaien en in elkaar zetten. Dus die. Ik ben benieuwd hoe dat gaat in de toekomst. Of er nou bouwbedrijven zijn die het echt uit elkaar gaan halen en weer in elkaar gaan zetten. Het voordeel is als je iets zelf in elkaar haalt, is het ook makkelijk om het weer zelf in elkaar te zetten. Of in ieder geval binnen één organisatie houden. En als je dat derden laat doen of een slopersbedrijf. Dus ja, dat, is, dat vind ik nog een beetje. Het is wel makkelijk om dat te zeggen. Iedereen zegt het ook. Maar ik vraag me wel af of het helemaal zo gaat in de toekomst. Ja. Moet je zien. Nou, misschien zou ik toch eens even kijken hoe Job en Sebastien met Lego spelen. Dat het ook uh, daar wel een beetje blijkt, hè? als Lego in elkaar zit en als Lego weer uit elkaar halen. Ja, ze spelen nog mijn Lego van vroeger, dus dat uh, ja. circulair product dat ja. hadden. begaan. Ja. Waar sta je over drie jaar? Uh, sta ik over drie jaar. Uh, sowieso met het voetbalveld bij een van mijn kinderen, denk ik, om mee te beginnen. Uh, denk het wel, want toen zijn ze de ouder gaan sporten. Uh, nou, dan ben ik uh, ik ben op de achtergrond met mijn huis bezig. Dan heb ik die natuurlijk inmiddels wel een keer afgerond. Ik ben er nu bijna klaar mee. En als ondernemer uh, dan denk ik dat wij uh, ons dienstenpakket nog weer wat uitgebreid hebben. Ik heb de ambitie om wat op in ieder geval, we hebben nu allemaal dienstverlenende bedrijven, om ook toch wel een handelende bedrijven uh, te gaan uh, maken waar we echt wat, wat maken en wat verhandelen. Dus meer die kant op. Waar moeten we aan het denken? Nou, dat is gewoon, dat kan echt van alles zijn. Ik heb, uh, ik heb iets met hout. Dus uh, ik ben aan het kijken van uh, nou, uh, welke rol en in welke hoekers wij moeten gaan zitten. Uh, maar ik ben in de, in de, als we het net over circulaire economie, dus ik denk wel dat er kansen liggen. Omdat ik die uh, ken natuurlijk de afvalwereld goed. Uh, dus, en zodoende kan ik ook die koppeling met houthandel maken en daar kan ik er wat mee gaan ondernemen. Dus het kan een houthandel zijn in combinatie met ge, uh, gebruikt hout. heb natuurlijk net al even kort wat voorbeelden van gegeven. Maar er kan ook gewoon gebruikt hout uh, toch weer opwaarderen dat het weer gebruikt kan worden als nieuw of als misschien iets andere toepassing. Uh, ik wil altijd wel graag, ik vind het ook mooi, en dat is ook weer wel iets maatschappelijk... maar om die mensen met een afstands- uh, arbeidsmarkt daar wat aan te koppelen. Niet zozeer vanuit economisch vlak, maar wel vanuit maatschappelijk vlak. Dat economisch wat voordelen biedt, dat zal. Maar ik denk dat daar ook heel veel energie in moet om die mensen te begeleiden. Maar om uiteindelijk ook daar samen wat mee te doen. In het beginsel, uh, uh, ja, je probeert toch altijd mensen weer die, die, die arbeidsklaar te maken... Er zijn er best wel veel van die uh, aan de kant staan. En die, uh, nou, als je een kans geeft... dan zie je toch vaak dat er nogal weer mensen zijn... die wel weer opkrabbelen en toch wel weer aan de gang gaan. Nou dat wil ik graag in ieder geval dus... het, het inclusieve combineren met het circulaire. Uh, dus, zeg maar, dat is natuurlijk een mooie gedachte altijd. En dan op het gebied van hout... wil willen we wat mee gaan doen. En daarnaast willen we gewoon... Uh, onze bestaande bedrijven natuurlijk gewoon... dat vind ik, dat moet altijd wel de baas blijven. Dus daar moet je altijd zuinig op zijn. Willen we natuurlijk nog wel laten groeien... Uh, en. Want er net al even uh, naast dit gesprek over van wat ga je dan doen. Ja, we willen gewoon wel groeien, maar dan ook liefst nog wel wat in de breedte. Dat we toch op ander vlak wat kunnen gaan doen. Uh, dat kan nog gebied van grondwerk zijn, dat kan nog gebied van infra zijn. Dus het maakt het wat breder om uh, toch ook in de regio nog wat meer actief te zijn. Want het ligt bijna voor het oprapen op het moment die handel. En dat is een kwestie van hoe te organiseren. Die kunnen we, en dat is ook gewoon een groei die we redelijk vlot kunnen realiseren. Dus dat is voor de korte termijn. Op de lange termijn blijven we dus gewoon uiteindelijk nog technischer. Uh, en dat is natuurlijk gewoon belangrijk technisch en kennis hebben in het bedrijf die een ander niet heeft, misschien omdat we ook zo breed zijn. Uh, dus, uh, dus dat. En uh, over vijf jaar alleen nog maar elektrische kranen, of moet hier wel de diesel blijven grommen? Nee, het mag voor mij elektrisch worden. Heb je al wat uh, dingen elektrisch? Nee, Op dit moment in de bouwsector is dat nog best wel uh, heel innovatief. Uh, we hebben wel elektrische machines die, uh, die voor ons aan het werk zijn. We hebben ze zelf niet, maar we gebruiken ze wel uh, regelmatig. Die, uh, uh, dat zijn robots die uh, op bijvoorbeeld op hoogte toch wel zwaar werk doen. Er zijn al wat lichte machines die nou, ja, toch wel uh, zware dingen kunnen doen. wat dus voor die, je merkt ook dat die jongens uh, dat, dat oude, zware sloopwerk, dat verandert daar ook wel. Dus je moet dan toch uh, zien dat je met machines gaat werken. Dus in het kleine. Uh, zie je het nu wel gebeuren dat het uh, uh, kan. Maar op het grote is het gewoon de, de energievraag te groot om uh, uh, ja, echt elektrisch aan te werken. Als je een kraan op het elektriciteitsnet aansluit, dan uh, gaan de lampen uh, verderop knipperen, <laughs> denk ik. Dus uh, Dat kan nog niet echt. Dus, uh, hoe je dat dan moet gaan doen en om dan een 8 graad naast een kraan in te zetten om elektrisch te maken, dat is ook niet helemaal een oplossing. Wat net ligt op waterstof, natuurlijk. Dat is wel een ding waar wij denken dat de toekomst ligt. En dat is natuurlijk gewoon een goede energie dragen die. Ook op een machine kun je die gewoon opslaan in een tank. Dus dan heb je geen draad aan de kraan. Want ja machines rijden rond en die draaien. Ja, als je dan een kabel eraan hebt zitten, ja. dat is natuurlijk niet echt praktisch. Dus we uh, moeten op die manier iets gaan vinden dat werkt. Een accu, dat is ook gewoon allemaal te lomp en te groot. En uh, dat werkt ook niet. Nou, um, ik wil eigenlijk afsluiten met, een, uh, met een, uh, een tip. Want je bent inmiddels ervaren als ondernemer, maar ook in een familiebedrijf. Um, en ik vind dat het hier eigenlijk wel redelijk soepel loopt. Tenminste, aan de buitenkant en de gesprekken die ik met jou en jij heb. Mm. Um, wat voor tips zou jij aan andere mede-ondernemers geven die in dezelfde situatie zitten als jou? Um, nou, zo kom je een goede vraag. Hè. Ik heb natuurlijk uh, expres ook niet voorbereid, natuurlijk. Uh, wat is een goede tip? Ja, uh, ik denk dat je gewoon uh, je eigen gevoel moet volgen. En niet naar, Je moet wel een andere luisteren, dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar voorop moet wel staan je, je eigen gevoel. Waar voel je je goed bij? Uh, met name dat laatste, dat is heel belangrijk. Anders kun je nooit goed functioneren. Dus als je je goed voelt en het voelt goed wat je doet. Nou, ga dan ook daar vooral mee door. En niet met andere dingen. Dankjewel, Bart Wever, voor dit gesprek. Alsjeblieft. En dan zijn we nu aangekomen aan het einde van deze podcast voor DGA's. Wil je regelmatig geïnspireerd worden. door de verhalen van andere DGA's? Abonneer je dan op deze podcast. Ben je DGA en wil je wel eens verder praten over de onderwerpen die je gehoord hebt, dan maak ik graag een afspraak met je. Je weet mij vast wel te vinden. En nu zeg ik: ik wens je nog een fijne dag. Hoi!